Ja, wij staan hier voor een hele uitgebreide expositie van allerlei Chanel-jurken van Kant. En hier kun je eigenlijk minutenlang, misschien nog wel een half uur naar kijken van hoeveel verschillende toepassingen er zijn. En hoeveel verschillende technieken en kleur en opsmukmogelijkheden. Maar het meeste te vertellen valt misschien juist wel over die jurk met het jasje erbij. Die eruit ziet alsof het van een soort ijsberenbont is gemaakt. Maar niets is minder waar. Het is allemaal kant. Er zijn volgens mij twee verschillende kanten gebruikt over elkaar heen. Al is het moeilijk te ontwaren waar ze precies zitten. We zien in ieder geval een soort grafische kant wat op de rokken zichtbaar is. Het is een wat stoerder, hè? Met een soort van pasteeltjes zit erin, wiebertjesvorm. En hier en daar zijn er ook wat vakjes vrijgelaten. Het is wat... Een beetje een soort 3D-effectje heeft het ook wel. Ja, wat minder traditioneel dan je zou denken. Maar er zit ook juist van dat hele romantische gebloemde kant in. En als we dan even naar de roze outfit kijken, dan zien we weer nog een trapje hoger van wat je allemaal kunt doen met kant en wat je dan kunt aanbrengen. Dit is Soltzis kant en dat is door Atelier Montex, dus een van de ateliers van Chanel, nog een keer onder handen genomen. En wat je erop ziet is op de kant van het voorpand merino wol, een beetje van die pluisjes zijn erop aangebracht en je ziet heel veel pailletjes. En het is ook door verschillende bedrijven wordt dat dan gemaakt. Want je hebt natuurlijk het kant wat al gemaakt moet worden. En dan kan het weer naar een ander bedrijf gaan die bijvoorbeeld weer gespecialiseerd is in de pailletten. En dan zit die wolbewerking. En dan al die veertjes, hè, die zitten aan de binnenkant. Het is natuurlijk wel heel ongelooflijk. Lekker als je een verenvoering. Ja, ja. Het zijn een ganzen, struisvogel en hanenveren. Dit is waarschijnlijk nog van voor het besluit van Chanel om geen exotische dieren meer te gebruiken. En Karl Lagerfeld handschoenen. Ja. Karl Lagerfeld had zelf ook altijd handschoentjes aan die alleen zijn vingertoppen bloot lieten. Want hij schaamde zich voor zijn oude handen.